deze nieuwsuitzending. Die is in het kader van Hallo allemaal, gaat het ook zo goed met jullie? En ik moet een beetje zachtjes spreken, want het is 23:50 s'avonds. Dus. Nou, jullie kunnen meekijken naar het scherm. Dit gaat over corona. En ik pak even de gegevens erbij. Dat is een hobby van mij, hè? Getallen, vind ik leuk. Dit is een spreadsheet, die duurt even, voordat die dan opent. Maar dit komt eruit. Dat blokje hier moet je niks van aantrekken. Ha, 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 ha. En kijk hier. Wat hier staat. Dit zijn jaartallen. 2015 tot en met 2020. Dit zijn het aantal overleden mensen in Zweden. Daar staan hier de percentages van de mensen die overleden zijn. En Zweden vergeleken met Nederland. En dan kun jij zeggen, ja Perry, hoe kom je aan die gegevens? Nou, dit is daadwerkelijk. Dit is van de Zweden. Dus hier komen die gegevens vandaan. Ja? Aantal rapporterade doodsvaltil is kippie. Per dag after eeltes groep. Och, ik kon orgen. 2015, 2000. Hé, daar is ja, dit is van het. Ja, ja. Ja, het leven is leuk als je erom kan lachen. Maar zo kom ik dus aan die percentages. En die Nederlandse gegevens, die heb ik hier verzameld. En die komen van het CBS. Even kijken hoor. Dit is het CBS en dan heb ik hier een probleem in deze spreadsheet. Dat is iedere keer zo. Ja. Zo'n. Even kijken, dit zijn de inwoners van Nederland. Dit is ook een hele leuke. Ik kan het ook nog over hebben. Kom, ga eens even terug. Zo'n totaal sheet heb ik ook nog. Waar zit dat ding dan? Kom. Klik. Ik heb ook nog echt waar. Ik heb het allemaal verzameld. Kijk hoor. 95 tot met 20. Ja, dat moet hem wel zijn. Ja, dit is in ieder geval de overleden van Nederland. Ja. Dat geeft het CBS allemaal. Dit is toch niet helemaal de shit die ik zoek, maar. Even kijken, wat kan nog een andere? Deze dan. Ja, dat is weer een andere. Die is ook interessant. Was een leuk grafiekje. Ja. Dit is ook leuk. Hier kan je ook om lachen. Die blauwe vierkantjes. Dat zijn de mensen overleden in 2020. En die andere. Dat zijn de mensen overleden in de jaren daarvoor. Volgens mij heb ik hieronder nog een grafiek. En hier is dan. Hier zie je het dan iets beter. Ja? Dit zijn de mensen overleden in 2020. Vergeleken met het aantal overledenen in de jaren daarvoor. Ja? En dan zie je dus dat je. Woep. 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 Ja? Drie golfjes. Deze golf is. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hè?
Ja, dat je dus zo snel in één keer allemaal mensen doodgaan. Hè? Dit was geen griep, heb je. Een griep ziet er zo uit. Zo. Dit is een griep. Die gele driehoekjes. Zo. Dat is een griepgolf. Maar die blauwe vierkantjes, dat is geen griepgolf. Dat is schrik en doodsangst. Maar goed, dan gaan we even terug naar die vergelijking met Zweden. En dan zie je dat in 2015 gingen er procentueel meer mensen dood in Zweden dan in Nederland. In 2016 was dat ook zo, maar een klein beetje minder. Dat komt omdat vergeleken met 2015 gingen er in 2016 iets meer mensen dood hier in Nederland. En als je die grafiek over de langere termijn neemt, dan weet je dat er in 2015 beduidend minder mensen dood gingen dan in 1995. Maar goed, van 2016 vergeleken met 2015 gingen er in Nederland iets meer mensen dood. Okay. Ja, kijk, er gaan altijd mensen dood en je kan moeilijk verwachten dat er ieder jaar precies hetzelfde aantal mensen doodgaan. Ja. Nou, 2017 vergeleken met 2016. Ja, dus het aantal mensen in Zweden dat stierf, dat was weer een klein beetje minder. En bij ons weer een klein beetje meer. En in 2018 was het in Zweden weer een klein beetje minder. En bij ons weer een klein beetje meer. Ja, die dingen gebeuren. Hè? Nou, en dan krijg je in 2019, dan is het in één keer hetzelfde. Er gaan er net zoveel mensen dood in Nederland als in Zweden. En in 2020 ook. Wel is het zo dat er in Zweden geen lockdown maatregelen zijn, zoals hier in Nederland. En hoe kan dat nou? Ik heb erover gezegd. Ja, het is heel opmerkelijk. Je kan zeggen. Oh, Perry. Dit is toeval. Meer niet. Je koopt een dobbelsteen. En dan kom je thuis. Dan ga je gooien met die dobbelsteen. En als eerste gooi je een 6. Dan ga je niet gelijk terug met die dobbelsteen naar de dobbelsteenwinkel en zeggen, nou, deze dobbelsteen klopt niet. Want de hele tijd gooi ik een 6. En dan vraagt die man, ja, hoe vaak heeft u gegooid met deze dobbelsteen? En jij zegt, nou, 1 keer, het was gelijk raak. Ja, en dan zegt die verkoper van die dobbelstenen, die zegt, ja, meneer, nou, dit is toeval. Is dit toeval? Ja, kijk, die trend die je ziet van 2015 tot en met 2019, dat lijkt mij een trend. Dus gewoon een trend. In Zweden gingen in 2015 nogal veel mensen dood. Maar in 2019 was dat weer normaal. Namelijk net zoveel als in Nederland. Dat is een trend. Er is niks aan de hand. En dan vergeleken 2020 vergeleken met 2019, dan zie je in Nederland een enorme stijging. Ja, dat komt van de corona. Ja, maar die stijging die zie je in Zweden ook. Ja, dat komt van de corona. Ja. Maar in Nederland zijn al die maatregelen getroffen. Ja, dat was om te voorkomen dat er heel veel mensen dood zouden gaan.
Ja. Maar procentueel gingen er plotsklaps in Nederland net zoveel mensen dood als in Zweden. Maar ze die maatregelen helemaal niet hadden. Dus wat hebben ze gedaan? Ja? Wat hebben ze gedaan? Hebben ze iets in het drinkwater gedaan? Waar oude mensen van doodgaan? Wat hebben ze gedaan? Het is niet zo dat wij een oversterfte hebben hier in Nederland door een virus. Dat zich verspreidt door de lucht. En die verspreiding door de lucht, die kan je dan tegengaan door regelmatig je handen te wassen. Ik denk dat je moet spreken van geriatricide. Ouderenmoord. En ik vrees voor het leven van Thierry Baudet. Als hij vermoord wordt, dan hou ik 2 minuten stilte aan. Ik vrees voor het leven van die man. Kijk naar deze grafiek. En in deze grafiek, er staan dan percentages. Maar die percentages die refereren aan aantallen mensen. Dus je hebt het toch, als je dat ziet tussen 2019 en 2020, hè, die steile stijging, precipitous, op zijn Engels. Dat is toch een stijging van 0,1%. Ongeveer. Ja, 0,1% van 20 miljoen Nederlanders plus. Het zijn het Zweden, zijn iets minder hoor. 10 miljoen Zweden. 30 miljoen mensen. En dan, daar 0,1% van. Dus het lijkt me toch 30.000. En jij kan zeggen, ja, maar zijn maar oude mensen. Die stonden toch al op de lijst. Ja, ja. Misschien moet je rekenen in het aantal levensmaanden dat deze coronacrisis ons gekost heeft. Promiscu leven. Langlevende neuk of zo. Hè? Dat kost je iets van 240 levensmaanden. Iets minder misschien. 200 levensmaanden. Dus als je promiscu gaat leven,
dan leef je 200 maanden minder. Maar dat is een vrije keuze. En hier zijn er, nou, ik weet niet hoeveel duizend levensmaanden geofferd. Door die lul van een Mark Rutte. En die vriendjes van hem. Ab Grapperhaus. En Bill Gates. En die concentratiekampbouwer familie. Bush. En vooral niet te vergeten de Heilige Vader. En laten wij stilstaan dat Christus heeft gezegd, volgens Matthäus dan. Hè. En Marcus dacht ik ook, dat hij en Lucas dacht ik ook. Maar, Christus heeft gezegd, noem niemand op deze wereld je vader. Nou. Nu krijgen wij logica van de Heilige Geest. Als Christus zegt dat je niemand op deze wereld je vader moet noemen, dan betekent dat dat als jij een organisatie sticht, dat al die mannen vader genoemd moeten worden. Want Christus heeft gezegd, noem niemand op deze wereld je vader. Dus, niemand, dat begrip heeft een grote inhoud. Je moet niet denken dat ik nou boos ben. Nee, ik doe logica. Dus katholieke logica. Dus Christus heeft gezegd, noem niemand op deze wereld je vader. Ja, jij bent de vertegenwoordiger van Christus, die gedachte. Dus maak je een organisatie waarin alle ambtenaren vader genoemd worden. Nou, dan heb je dus allemaal mensen en die worden vader genoemd. Maar kijk, één en slechts één is de vader. Dat weet iedereen. Nou, en die vader, die heet natuurlijk de Heilige Vader. En die zit hierachter. Dus deze grafiek die je ziet met die overledenen. En die schokgolf van 2020. Dat is het werk van de Heilige Vader. Snap je? Noem niemand op deze wereld je vader. Dan krijg je nog een hele uitleg erbij, want bla 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 bla. Ik zeg, Christus zei, noem niemand op deze wereld je vader. Want er is er maar één. Bla, bla, bla.
En dat straf, ja jongens, kom op. Ja, ik kan ook in tranen uitbarsten, maar wat slaat dat op? Even die andere grafiek erbij pakken. Die vind ik ook wel mooi hoor. Deze vind ik ook prachtig. Het zijn de overledenen in Nederland. En heb ik als grens genomen 80 jaar. En dit zijn aantallen. Dat kan natuurlijk niet, want het inwonersaantal van Nederland, dat stijgt. Maar als je daar dat weghaalt, dit is de stijging van het inwonersaantal van Nederland. Gaat rap, weet je niet? Dat is 100.000 per jaar. Maakt niet uit hoor. Maar als je dat corrigeert. En in 2020 zijn er 72.000 mensen onder de 80 overleden. En 94.000 boven de 80. Dus in 2020 zijn er meer mensen boven de 80 overleden dan onder de 80. Dat is niks nieuws, want dat is al 10 jaar lang zo. Meer dan 10 jaar, 15 jaar. In 2005 gingen er net zoveel mensen onder de 80 dood als boven de 80. Ja, nou, dat is het dus. En je ziet het heel duidelijk. Dit is een trend. Ja. Dus dit is geen toeval, dit is een trend. Dus wat je ziet is dat in 1995 gingen er veel meer mensen onder de 80 dood dan boven de 80. En in 2005 lagen ze gelijk op de rijt. Gelijk op rit of zo. En dan daarna. Dan zie je dat het aantal mensen dat de pijp uitgaat boven de 80. Ja, dat wordt maar meer en meer en meer. Ja, dat heeft te maken met goede voeding. En gezonde beweging en frisse lucht. Niet te veel gezeik aan je kop. En dit patroon zie je nu. Dus met dat leeftijdsverschil van 80 kan je dat mooi zien. En vroeger, dus in het begin van de 20e eeuw. Dan zag je ditzelfde patroon. Alleen dan was het niet kleiner dan 80 en groter dan 80. Nee, dan was het kleiner dan 40 en groter dan 40. Want in het begin van de jaren van de 20e eeuw, man, dan was je, als je 40 werd, dan was hartstikke mooi. 45 was je oude lul. Ja, maar mijn opa, die in 1911 of zo, of 1906 of zoiets, is hij geboren. Ja, die gozer, die is 83 geworden. Ja, dat was ook, dat moet je nagaan, jongen. Yeah. Twee pakjes Caballero per dag. En dat is nu onvoorstelbaar, hè? Maar dat kon mijn opa betalen. Dacht je dat mijn opa een pakje Caballero kocht? Nee, man. 10. Nee, 20. 20 pakjes Caballero en 5 puzzelboekjes. En een paar potloden en een gum. Ik was erbij, hoor. Dat mijn opa dat maar even bestelde. En
wist het wel. Van, je hebt zo'n puzzelboekje. Dus kruiswoordraadsels en doorlopers. Van alles leuk. En dan heb je er zoveel nodig per zoveel sigaretten. Ja, dan word je 83. En kennelijk hebben ze een rekenfout gemaakt. Ze, de katholieke kerk, de heilige vader en iedereen die daar achteraan loopt. Van, oh, we worden te oud. Dus ja, leuk is dat. En nee, er is niks aan de hand. Maar het gaat hartstikke goed met ons. We moeten echt niet zeuren. Ja. Wij willen niet terug naar de jaren 1995. Toen niemand 80 werd. Kijk, het gaat goed met ons. Ja. Het is alleen, we hebben die oudjes. Dat is het enige. En wat moet je met die oudjes? Ik zou het ook niet weten hoor. Toen ik ben nou, ik ga dus 62 worden. Dat is 8. 6 plus 2 is 8. En dat 8, dat is infinity. Maar dan rechtop. Ja. Oneindig. Ja, je snapt het wel, 8. Octagon, een hakenkruis, de swastika, dat is een 8. Dat snap je wel, toch? En ik heb een nieuwe baan. En een bankrekening, jongen. Godsamme kraken. Echt zorgelijk. Maar het bevalt goed. Ik heb nooit moeite gehad met pinnen. En nu ook weer niet. Maar ik heb nou wel erg veel geld. Ik geef het maar niet uit. Want met die toeslagencrisis. Je weet nooit wanneer de Belastingdienst gaat zeggen van, ja, nee, maar dat is toch helemaal fout gegaan. En dan mogen we weer terug. Heb je dat weer? Ja. Oh ja. Ik leef zuinig. Een tijdje terug heb ik bier gedronken. Dat was 1,10 euro voor een halve liter. Nou, dat doe ik niet meer. Ik denk nu is 99 cent voor een halve liter. Even 10% besparen. Hè? Hey, ze maken ons af. Dat is wat ze doen. Dat is het enige waarmee ze bezig zijn. Nou, dan die Twin Towers, hè? Dat is zo grappig, hè? In de jaren 70 stond er in de kranten dat er torens gebouwd werden, kantoortorens. En die waren zo stevig, die waren bestand tegen de inslag van het op dat moment grootste verkeersvliegtuig. Nou moet je weten dat het luchtruim, dat zie je niet, maar daar lopen buizen doorheen. Dat zie je niet. Dat werkt met radarstations. Dus die vliegtuigen, die vliegen onder de radar.
Dus van tevoren wordt er gecheckt of de radar dat vliegtuig in de gaten heeft. En dat de codes allemaal kloppen. En dan gaat de KL-178, die gaat... En dat weet de computer. Ja, en die vliegtuigen, dat luchtruim, dat is het, als je dus van Amsterdam naar Bahrein gaat of zo, dan vlieg je via Wenen. Ook al ga je non-stop, dan nog vlieg je van radarstation naar radarstation. Dat is de burgerluchtvaart. Dus ik zei net onder de radar vliegen. Maar je vliegt dus onder de radar. Dat is een paraplu. Ja, en op welke hoogte vlieg je? Nou, de burgerluchtvaart die vliegt op 30.000 voet. Dus 10 kilometer hoogte. Hoezo kan een vliegtuig van de burgerluchtvaart van de firma Boeing tegen een flatgebouw aanvliegen? Ja. Die torens waren 400 meter hoog. En die vliegtuigen vliegen op 10 kilometer. Dus denk je even in. Hè? Je hebt een boerderij met een stal van 400 meter richting de snelweg. En bij die snelweg, je ligt op 10 kilometer afstand. En jouw boerderij is 400 meter richting de snelweg. Ja, wat is de kans dat er een auto van de snelweg tegen Clara 13 aangaat? En Clara 13 is een koe. Dus moet jij een betonnen muur rondom je boerderij maken voor het geval dat er een auto van de snelweg tegenaan knalt? Ja, dan straf je. Mijn tante Irene, die naam betekent vrede. Mijn tante Irene, die weet daarvan. En die zei, ja, maar dat was gewoon een reclameactie. Van nu nog mooier. Gebouwen die bestand zijn tegen de inslag van vliegtuigen. Dat was in die tijd normaal. Dat als je een hoog gebouw maakte, dat je dan een reclamecampagne begon. En dat je erop bij stil stond dat die gebouwen bestand waren tegen de inslag van een vliegtuig. Nee, dat was helemaal niet normaal. Snap je? Ze waren dat al lang voor die tijd van plan. Het zijn twee torens. Hou dat in gedachten. Kijk, één toren heb je al niet nodig. En waarom twee? Dat boek van J.R. Tolkien, het verschrikkelijke boek, In de ban van de ring, echt heel slecht geschreven. Maar wel leuk met allegorieën en zo. Er zitten wel geinige dingen in. En in die verfilming, dan heet het tweede deel de Twin Towers.
En ook in de Middellandse Zee. Wat is het? Wat is het nou? Dat eiland wat daar ligt. Bij die Grieken. Cyprus of zo? Daar hadden ze dat ook. Twee van die torens. Dat zijn de maloten. Dat je dat even weet. Maar serieus. Ja. Heette die vent nou Midas of zo? Nee, Rodos. Daar was het, ja. Rodos. Die vent heet iets van Midas. Of Mithras. Deze mensen zijn totaal idioot. Daar moet je je niks van aantrekken. Goed begrijpen wat ze bedoelen. Goed luisteren en precies doen wat ze zeggen. Dus als iemand aan je vraagt, hoeveel is 2 plus 2? Dan is jouw antwoord, ja. Door 2 en 2 zijn op te tellen. Want 2 is een optelling. Dus hoeveel is een optelling plus een optelling? Wat is de optelling van 2 optellingen? Ja. Kunnen opgetelden worden opgeteld? Ja. Dus hoeveel is 2 plus 2? Ja. Goed luisteren naar die mensen. George Orwell is dat. Met zijn les in 1984. Die roman is dan een numerologisch 4. En 4 is 7. Qua symbool. Dat je het ook weer even weet. Nou, en heb je die... die geestesgezel van George Orwell. Aldous Huxley. Daar weet ik niet zo heel veel van. Wel zijn idee om de opvoeding voor een keer helemaal over te laten aan de staat. Dus alle vrouwen aan het werk en de opvoeding wordt gereguleerd. Halleluja. Wat vind jij daarvan? En als jij zegt, ja, maar Perry, die is een roman van Aldous Huxley. En die gaat me nou niet vertellen dat het gebeurt of zo. Ja, ja. Hoeveel ogen wonen er in een endeldarm? En hoe kijken ze dan naar buiten?
Je kan het toch zelf zien. Dus mijn dochter, die heb ik ook naar het kinderdagverblijf gebracht. Maar ja, mijn dochter, die... Ja, nou, dat ging me goed. Dat ging echt wel goed. Dat vond ze hartstikke leuk, ja. Dat was ook een heel mooi kinderdagverblijf. Langs het spoor. En ze hadden daar wel een waterprobleem in de kelder. Met muggen. Zo. Dus allerlei kinderen, ook mijn dochter, die kwamen met muggenbulten van het kinderdagverblijf. Maar ja, dus hebben dat water eronder gevonden. En dan hebben ze dat water op, waar die muggen wegen. Dat was het enige. De rest was het geweldig daar. Een groot ruim terrein. Hè? En dan hekken eromheen. Ook van die pedo's. Die daar in de rondte liepen. Zo van, oh, wat een lekkere kinderen zeg. Maar dat was een hekken. Zo. Heras. Zo. Eigenlijk een goed hekwerk. En die trein, zodat je precies weet dat het weer eens 3:10 is. En ook zo leuk dat als je dan te laat was om je kind op te halen, dan kreeg je een extra factuur. Dus ik weet nog dat ik dan op mijn werk zat. En ik zei, ja, het is allemaal hartstikke... Ja, ik begrijp het helemaal, Peter. Het punt is, ik moet mijn kind van het kinderdagverblijf halen. Anders krijg ik een boete. Oh, zei Peter. Nee, maar dat gaat voor. Jij belt mij morgenochtend? Ik zeg, ja, ik bel je morgenochtend, jongen. Geen probleem. Ik ga nu op de fiets... Mijn kind van het kinderdagverblijf halen. En dan ging ik op de fiets naar het kinderdagverblijf. En die deur, er was een raampje in. En dan keek ik eerst, ik deed die deur niet open. Eerst door het raampje kijken. Zo van de binnen, weet je. Dan zag je al die kinderen op die kussens liggen en zo. En dan even kijken waar mijn kind ligt. Maar die was altijd lekker bezig. Een beetje te yoga op ja, van die enorme grote een soort van kussenbedden of zo. Het is echt een heerlijk spul, man. Ik weet nog dat ik een keer daar zat. Dan was ik een jasje aan het aantrekken. Zo, en schoentjes aan en zo. En er komt zo'n begeleider. Die kwam langslopen met zo'n hele stapel luiers. Die moesten in de kast. Zo, van die pampers. En dan zei mijn dochter tegen mij. Die was toen 3 of zo, hè. En die zei, pap, zaken zijn zaken. Dat is toch een tautologie, of niet? Toen stootte die begeleider haar voeten aan een meubelstuk of zo. Of die struikelde half en bijna vielen al die luiers op de grond. Ze kijkt me zo aan. Wat zei ze nou? Zaken zijn zaken. Dat is een tautologie. Tja. Tja. Ezels zijn ezels. Bleekneuzen zijn bleekneuzen. Zwartjokkels zijn zwartjokkels. Dat zijn tautologieën.
Dat zijn beledigingen. Of grappen. Ja, een tautologie is een dubbelzegging. Die is zonder meer waar. Ja, dat wist mijn dochter toen ze 3 was. En ja, de analyticiteit, daar gaat het om. Die snapt ze nog niet helemaal. Zij vindt negers zielig. Een drugsverslaafde. En ja, en zichzelf niet. Dat is een mankement. Ja, kan er ook niet zijn. Zo zijn die dingen. Ze komt er wel. Op een of andere manier. Er is een mooi liedje van die IJslandse band, is dat toch? The tone is banana that will carry on. Was het nog weer? For the truth will carry this and the bodies safe to shore. Onze lichamen veilig naar de kust. Kijk, deze hele soepzooi is de schuld van de General Operating Device. Dus het algemeen opererende apparaat of machine. Nou, op zijn Engels heb je device, vind ik wel leuk. Dan heb je God. Het is allemaal de schuld van God. En niet van jou. Well, Jesus died for somebody's sins. But not yours. Of wel? Misschien je zonde van lang geleden, maar je zondigt toch niet meer. Dus. Ja. Als je 1 keer gezondigd hebt en je weet hoe het was toen je zondigde, moet je dat niet meer doen. Als je het 1 keer weet, snap je? Dan doe je het niet meer. Dat wil niet zeggen dat je op andere terreinen niet kan zondigen. Maar op dat ene terrein weet je dat je gezondigd hebt. En dat doe je niet meer. Maak je bereid voor het werk. Verdoe je tijd niet met het eten van Jezuskoekjes. Er is zo'n gebruik om na het eten
dat papa, wat de vader, zoals, dat iemand, ja, de man, de mannelijke ouder / verzorger, dat die de Bijbel gaat voorlezen. Nou, dat mag wel. Op voorwaarde dat mama het toetje serveert. Dolce. Zoet is dat. Snap je? Dus het Bijbel lezen is leuk. Maar het moet wel een geintje blijven. Ja, een kleine pauze lijkt mij toepasselijk. Ze zijn ons aan het vermoorden. En als ze Terry Baudet vermoorden, ik zou zeggen, 3 keer is scheepsrecht. Dus Willem de Zwijger, Pim Fortuyn en dan Terry Baudet. Als wij dan niet met stokken en stenen de achter die lui aangaan, dan is het terecht dat wij met Johan Cruijff in 1974 hebben verloren van die Pruisen. Als Terry Baudet wordt vermoord, hè, dan moeten wij het boetekleed aandoen en naar Beieren gaan, of West-Rijn, Westfalen of zo. Nee, Noord-Rijn, Westfalen. En ons land maar aan die Duitsers geven. Anders geven we alles maar weg aan die Belgen. Maar 3 keer is scheepsrecht, lijkt mij. Dus we zijn Pim Fortuyn niet vergeten. En we zijn Willem de Zwijger niet vergeten. Dus bij deze meneer Mario Bergoglio. Bij deze. Christus heeft gezegd dat hij een zwaard gaf. Dat was zijn boodschap. Hè? Dit is een zwaard. Hè? En oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Ik ben de praktiserende. In zekere zin ben ik de antichrist. Quodam omnia. Het Latijn. Okay. Anima est quodam omnia. Oh ja, zo is het, ja. Dus quodam is het. Quodam, in zekere zin.
Je stelt je katholieke idioten. Ik ben benieuwd. Ik denk dat onder de stemmers is de FVD gigantisch. Onder de mensen met een stem, hè? Ze gaan die verkiezingen van 17 maart. Ja, dat wordt dan wat. Er wordt een fraude, jongen. Want de FVD heeft 80% van de stemmen. Zo. 70. En dan Geert Wilders erbij. Dan zit je op 90 of zo. Ja, alles bij elkaar 80, denk ik. Maar ver weg de meerderheid. Geen hond gelooft nog in GroenLinks. Dus mijn dochter is er ook mee opgehouden. Jesse Klaver heeft in haar ogen iets heel geks gezegd. Ik denk, mooi zo. Communistische trut dat je bent. Naar het CDA bijvoorbeeld. En de ChristenUnie. De SGP. Putteteren. Maar die klootzakken van de SGP overtreden één van de 10 geboden. Dus alle 10 geboden van Mozes. En nou maakt het mij niet uit dat je de geboden van Mozes overtreedt. Dat mag je doen, hè? Dat mag je doen, dat maakt mij niet uit. Maar dan moet je niet zeggen dat je christelijk bent. Anders krijg je een balk in je oog, of in je bek, of in je nek. Ik ga afronden, hoor. Maar ik was op sollicitatiegesprek en dat ging heerlijk. Het was zo fijn. Ik werd echt gegrild. Ik ken elke taalfout die ik maakte. Daar werd ik op aangesproken. En daar wist ik toch nog een grap van te maken. Zo, ik heb duidelijk gemaakt dat ik op deze wereld ben om te werken. AUB. Het maakt me niet uit hoe, hoor. Ja, ik werk ook met 10,5 liters zwaar bier per dag. En 10 gram wiet of zo voor de ochtend. Dan werk ik ook, jongen. En dan kost ik de samenleving helemaal niks. Ik ben geen nutteloze eter. Ik ben een vruchtvolle zuiplap. Ik ben gelijk een paard. Een paar suikerklontjes. Kattenklop, kattenklop. Snap je? En jij ook. Zo. Ja, stop met douchen. En trek schone kleren aan. En poets je schoenen. En
Is er oude troep in je woning? Die mooie Engelse frase is get. Dus neem. Get rid. En ik weet niet hoe je rid moet vertalen. Hè? Get rid of double F of it. Ja, op zijn Nederlands kun je zeggen, doe er afstand van. Ik kan ook zeggen, donder het weg. Wegdonderen. Oude troep. Wegdonderen. Snap je? En de, als je, ik ben nou bezig met hout. En dan heb je stukjes hout heb je over van je project. Ja, die bewaar je. Want je hebt hout en dan zit je een zaagzikker erop en een schuurdinges en een beitel en zo. Het is allemaal zo nieuw. Hè? Ik ben tegenwoordig helemaal in de houtbewerking. Dat is best een leuke hobby. Ik heb nou weer 60 meter lat. 18 bij 18 millimeter. Zo. Een fijne maat. En daar kan je van alles mee maken. En dat moet dan aan elkaar. En dat, dan moet je met lijm en met schroeven. En dat is leuk. Om daarmee te werken. Met je handen. Snap je? Kijk, je kan je blote handen ook gebruiken. Om die kippennek. Van Hugo de Jonge. Te draaien. Of Mark Rutte. Abgrapperhaus, die heeft zo'n dikke nek. Dus, ja. Nee, dat zou ik niet met mijn blote handen doen. Maar Hugo de Jonge, dat moet kunnen. Dus mijn blote handen kan ik ook gebruiken om de lineaal en zo. Zo'n meetlint en met een potlood van die streepjes zitten. En een rekening houden met de zaagbreedte. Daar vergis je je altijd in. Hè? Dat je goed aangeeft waar je hem aftekent. En waar moet de zaag komen. Ik heb nou zo'n fijn zaagapparaat. Ik moet hem nog uitpakken. Het is zo'n verstekzaag. €30 of zo. Ik ga lekker zagen. Met mijn blote handen. En die kippennek van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ik denk dat je die
kippen. De maar moet laten kletsen. En dat je goed naar ze moet luisteren. Mondkapjes werken niet. En zijn verplicht. En die is van Hugo de Jonge. Ik vind het geniaal. Serieus. Geniaal. Het is verplicht om dingen te doen die geen zin hebben. En Mark Rutte die tegen ons zegt, je moet je bek houden. Ik denk, Mark. Wat goed. Het is zo'n opluchting. Eindelijk een leider die ons vertelt wat wij moeten doen. Want wij moeten inderdaad onze bek houden. Serieus. Mijn moeder, die woont in Almere. En die was op de Huppeltje Pub Dreef. En ik weet ongeveer waar. En er was een vrachtauto. En die moest achteruit. Want die was verkeerd gereden. En die stond voor een stoplicht. En die moest keren. Maar die moest achteruit. Dus mijn moeder die had het in de gaten. Dus die doet haar auto achteruit. Maar die auto voor haar, die ging niet achteruit. Terwijl die vrachtauto, die had dus die achteruitrijlampen en de piep, 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 piep. Ja, die gozer moest keren. Die was fout gereden. Dat is heel moeilijk te accepteren voor veel vrouwen. Maar soms is het zo dat een man ook een fout maakt. Nou, en deze vrachtauto had een fout gemaakt. Dus die moest keren. Nou, en die auto voor mijn moeder. Mijn moeder die auto, dan heb je die auto daarvoor en dan heb je die vrachtauto. En die auto daarvoor, die ging helemaal niet achteruit. Toen is mijn moeder uit die auto gestapt. Haar auto. En naar die andere auto gelopen. En tegen die meneer gezegd. Meneer, die vrachtauto die moet achteruit. En het is handig als u ook achteruit gaat. En dan kan die vrachtauto keren. En dan kan ik ook naar huis. En die vent die werd kwaad, jongen. En mijn moeder dan zo van, ja, maar het was een buitenlander. En dat wist ik ook niet. Maar buitenlanders, die worden dan boos. Nee. Mijn moeder begrijpt het niet. Mijn moeder moet haar bek houden. En gewoon toekijken. Al die buitenlanders die komen hier naar binnen. 100.000 per jaar. Nee, meer dan 100.000 per jaar. Maar 150.000 per jaar ongeveer. 200.000 per jaar. En die snappen dat niet. Die denken van een rare vrachtauto. Nou zeg, nou die gaat ook, en die gaat allemaal lampen aandoen en nou, ik snap er ook helemaal niks van. Ik ben liever in Koerdistan, tussen de geiten en de konijnen, of wat hebben ze daar?
Hebben ze konijnen in Koerdistan? Nee, mijn moeder gaat gelijk in protest. Hé, meneer, even de auto achteruit. Ja, natuurlijk wordt die vent helemaal pissed af. Want je moet je bek houden. Dankjewel. Ja, dat je het een beetje begrijpt. En dat je snapt dat ik het niet erg vind om samen met jullie lievelingen in deze soepzooi te zitten. Helemaal niet. Niente, nada, nothing. Ik vind het best, zoals het is. En ik ben een Jezus-criticus, hè? De Christus heeft gezegd, Christus Jezus, die heeft gezegd, Heer, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Ik zeg, dat heeft iemand 2000 jaar geleden gezegd. En heeft dat geholpen? Ja, de vraag is aan jou. Jij sexy ding. Dus, ik geef je nu de opdracht om, als jij staat, dat jij gaat staan. Ja? Nog een keer? Dus ik weet niet of jij nu zit, hè? Maar als jij gaat staan, ga staan. Ustasha. Om maar even wat zout in de wonden te wrijven. Ustasha. Ja, sta op. Sta. Hoe sta jij? Verdorie. Ja, denk aan je eigen lichaam. En de meeste mensen bij het staan, die hebben de kont naar achter en de schouders vooruit. En omdat ze dan voorover gebogen lopen, dan gaat ook die voet, de been gebeuren, dat corrigeert dat. En dan krijg je een korte loop in die zin dat je je voet niet afrolt. Als je voorover gebogen loopt, dan word je een soort C, een gimmel. Snap je? Het symbool C. En dan gaan je voeten ook naar voren. Dus je hoofd gaat naar voren, maar je voeten daarmee ook. En dan krijg je een gebogen rug. Dan word je een krom oudje. Dat moet je niet doen. Dus jij moet elke dag controleren hoeveel chakra's je hebt. Heb je er 5 of 7? Dus elke ochtend sta je op en jij bent gelijk een Indonesische saté. Met zijn stok. Door je reet. En bij je kop komt die draad. Sta op. En laat je voeten bengelen.
De meeste mensen die staan op hun voeten. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet vliegen. Je moet kijken hoe dansers vliegen. Dat kan jij ook. Elke dag. Als je boodschappen doet. Je kan dansend boodschappen doen. Gewoon vliegen. Sta op. Wees een heer. Dat is de get. Dat is de achtste letter. Wees een acht. Sta op. Ga niet op je tenen lopen. Dat is niet nodig. Ja, mensen die op hun tenen lopen, ja, dat doen veel mensen. Dat is niet nodig. Sta. En die schouders naar achteren. Hè? En sta. Sta op. Strek jezelf uit. En doe die pelvis naar voren. En stop ermee om die kont naar achteren te houden. Niet doen. Die pelvis naar voren. En zo ga jij naar de supermarkt. Met je pelvis, je heup, naar je Svadhisthana. Je tweede chakra. Dus je hebt je eerste chakra, je Muladhara. En die hangt dus onder je reet. En dan doet het lekker warm en zo weer. Snap je wel? En dan heb je dus die tweede. En die moet naar voren. Ja? En die schouders, die moeten naar achteren. En laat ze hangen. Hou ze soepel. Hou die schouders soepel. Beweeg je schouders. En voel dat middelpunt. Dat is je zonneplek of zo. Er zit iets onder je. Je hebt je ribben. Hè? En dan heb je dat eindpunt van in. Daaronder. Doe er eens even op. Doe eens je. Voel het eens even. Die plek waar je lever zit. Hè? Net onder je ribbenkust. Hè? En dan iets daaronder. Of iets erbovenop. Voel je hem? Doe er eens even je duim op. Vanuit die plek beweeg je. Geloof mij. En jouw voeten, jij bent als je loopt, hè, je bent een cirkel, hè? En dat punt, als je staat dus rechtop, hè, en je schouders mooi achteruit, en ga eens even lopen. En dan moet je die afrolling maken van je voet. Dat is zo belangrijk. Ja, als je voorover gebogen loopt, dan word je een krom oudje. Dan kom je nooit meer overeind. Dus je moet rechtop lopen. En rol die voeten af. Dus je neemt die stap voorwaarts.
En dan heb je dus die afrolling van die voet. Die moet je doen. En het punt daarbij is dat als je dat doet, dat moet je denken aan je jeugd. Want iedereen heeft een jeugdtrauma. Tenminste, dat denken veel mensen. Ja, precies. Dat is je verleden, jouw karma. Rol die voet af. Doe het maar. Maak er maar een SM-spel van of zo. Dat je, als je monogaam bent en zo, alles kan, weet je wel. En de kinderen zijn een oma. En dan ga jij in je blote kont van links naar rechts lopen en van rechts naar links lopen. En je partner die kijkt of jij je voet goed afrolt. Nog een keer. En nog een keer. En dan met witte lingerie en een rode lingerie en een groene lingerie of helemaal geen lingerie of lingerie. Is het nou de lingerie, is het dan? Ja. En dat je partner goed kijkt of jij je voet goed afrolt. Ja, jij hebt zoveel botten. En de bedoeling is dat die hele zaak een beetje knik, knak, 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 knok, knok. Knok, knok, hoe is dat? En niet dat jij, omdat je een of andere allemaal dingen gebeurt en dat denk ik niet meer aan. En ik ga een beetje gebukt onder mijn herinneringen. En ik heb mijn schouders voorover en mijn hoofd zit voorover. En dan moeten mijn voeten ook vooruit en zo. En dan ga ik maar op mijn tenen lopen. En dan zie ik er nog een beetje rechtopstaand uit. Nee. Oestasja. De letter I. Dat is in het Latijn, het Latijnse alfabet. Is dat nummer hoeveel? Is A, B, C, D, E. E is 5. F is 6. G is 7. H is 8. I is 9. De J. Is die is 9 toch? Dus de J is een. Wacht even zo. Klopt die nou? Dus A, B, C, D, E. E is 5. F is 6. G is 7. H is 8. I is 9. J is dus 10. En de K is. Oh, dan krijg je, ja, precies. Ja. Ja, precies. Heb je K, L, M, N. Het Latijn. Hè? In het Hebreeuws heb je dat ook, hoor. Dus, J. J. Kaf. Lamet, mem, nun. J-K-L-M-N. Dat is hetzelfde. Ja, deze dingen. Jij kan zeggen van ja, maar Piri, waar je nou druk over? Dat gaat maar over het alfabet. Of alfabet, of alfabet. Ja, dat is het woord. En die I. Dat is in het Latijn, is dat dan de negende?
En in het Hebreeuws heb je geen i. Dat zit anders in elkaar. Maar het goede nieuws is... Sorry dat ik maar zei. En het goede nieuws is... De i. Dat symbool. Oestasja. Probeer het uit, man. Als je goed beweegt, dan bewegen jouw voeten alsof het niks is. Het enige dat jouw voeten nodig hebben, is dat jouw mond af en toe wat water en wat suiker en wat zout en wat proteïne en wat vet binnenkrijgt. Of vitamine, dat... Oh ja, zonlicht, ook erg belangrijk. En als je dus loopt over straat, dan loop je vanuit dat middelpunt. Die schouders die gaan vanzelf naar achteren. En die zwarte stana, die moet je ook even voelen. Waar zit je zwarte stana? Ik weet waar de mijne zit. Die zit 2 centimeter boven mijn clitoris. En mijn clitoris is niet heel groot, maar 15 centimeter of zo. 17. Op een goede dag. Maar dan iets boven die aanhechting van mijn clitoris, daar zit mijn zwarte stana. En die moet naar voren. Het magische woord is, mag ik, magic. Vous permettez, monsieur. Ja, ik ken het wel. Mag ik. Het magische woord is, fuck you. En dat moet blijken uit een houding. Oestasja. Fuck you. Deze oorlog gaat door. Zo'n zender op internet met een oorlog reeds verloren en dat is toch een leuk bericht. Nee. Oorlog is de reden. Dus oorlog is dat wat wij willen. Bereshit bara Elohim Hashemayim Haaretz. Dat is modern Hebreeuws. Snap je? En ik ga hem door. Ik ben hartstikke blij met mijn Stalingrad.
Ik kan me voorstellen dat in die dagen van Stalingrad, dat ik dat ook leuk had gevonden. Maar dit Stalingrad is mijn Stalingrad. Ik ben hier niet gekomen om een strodood te sterven. In de slechte zin van het woord. Er is ook de goede strodood. Oké, dat kan ook. Waarschijnlijk wordt het ook zo. Waarschijnlijk sterf ik in het stro. Ja, in IKEA-bed dood. Zo. Ik strijd. Dat is mijn taak. En bij dat sollicitatiegesprek zei ik ook nog, ik word buurtconciërge. Ik zei nog, er werd nog gevraagd, heb je nog iets toe te voegen? Ik zei, nou, ik ben een christen. En vanwege mijn christelijkheid heb ik een heel goed contact met Mohammedanen. En dat is zo. Ja. Ik heb bijbelteksten uitgewisseld. Met Redouan. Ongelofelijke spring in het veld. Ik heb Redouan betiteld tot de beste Marokkaan van Oost-Gelderland en Midden-Gelderland. En dat men moet oppassen, want straks wordt hij de beste Marokkaan van Noord-Holland. La ilaha illallah. Mohammed Rasulallah. En toen zei die ene vent, en die zat van mij links, en die zei, ja, jij bent dus gelovig, maar niet dogmatisch. Dat pik ik niet, hè? Niet wat? Ik ben alles. Nee. En ik zei tegen hem, ja, oké, het dogma, het dogma der waarheid. Daar krijg je mij niet vanaf. En die Mohammedaanse lui, die begrijpen dat. Yo, ik weet wat la ilaha illa betekent. Er is geen God. God is. De doorbraak zal plotseling zijn. Die Mohammedanen en ik? Ja, snorrie hoor. Maar als dit zo doorgaat, jongen, als we Terry Baudet gaan pakken, dan ga ik naar Marokko. Dan ga ik naar Rabat en Casablanca. Nee, ik moet naar Casablanca. En daar begin ik een spermabank. En al mijn kinderen heten Al mijn kinderen heten. In de naam. En dan krijgen ze dus, ja, kijk, iemand als Bob Marley,
Die heeft toch iets van 60 nakomelingen geproduceerd. Buitenechtelijk. Nou, dan doe ik 600. Gewoon keer 10. Gewoon een spermabank. En dat tegen al die Marokkaanse kinderen, dat die moeders allemaal allemaal weten, hebben een contract getekend en zo. Dan krijg je heel veel geld. Dus ze hebben een contract getekend voor heel veel geld. En in het contract staat: alles wat uit mijn buik komt, gaat strijden om die klootzakken terug te pakken die Thierry Baudet hebben gepakt. Kijk, ik weet van alles iets leuks te maken. Dat is mijn magie. Dus pas op, Dila. Ik ben tot alles in staat. Wel, Christus heeft gezegd: hij die denkt aan overspel, heeft het al gepleegd. Zo'n trut voorbeeld. Zeg je, waar moet je dat zijn dingen die kan je echt wel beter uitspreken. Ik ben nooit katholiek geweest, snap je? Ik ben meer van het onderscheid. Je hebt dingen en die werken. En het onderscheid, als iets werkt, dan werkt het. Dat wil niet zeggen dat de rest niet werkt. Maar dat wat werkt, werkt. Ja, amen. En komt tot rust. Wij worden bij bosjes verneukt. Hè. En dat doet er helemaal niet toe. Het maakt niet uit dat je verneukt wordt. Het maakt uit of jij participant bent in het neuken. Wanneer heb jij voor de laatste keer goede seks gehad? Ja, dankjewel. Er is maar één oplossing voor overbevolking. En die oplossing is, en niet abortus of zo, hè? Dat helpt niet. Anticonceptiepil, dat helpt niet. En condooms, dat helpt niet. Er is maar één oplossing voor overbevolking. En dat is goede seks. Dankjewel. Daar ga ik even zo dadelijk over door, want ik heb nog een halve liter bier. In deze coronatijden. En dat belooft nogal wat. Ik heb ook nog hash en ik heb nog tabak. En ik moet er echt mee stoppen. Ja, al dat bier en zo. Hè? Maar ja, dat maakt er allemaal niet uit, jongen. Ik ben binnenkort buurtcommissaris. Ik klaag het al. Jeetje, man. Ik wist echt niet dat ik dit mocht doen. Mijn hele leven lang
alleen maar de ZZP'er uitgehangen. Ook nog een BV gehad. En allemaal toestanden. En nou word ik buurtconciërge. Ja, antreden, na. Bist du bereit zum Arbeit? Jawohl, ja. Natürlich. En ik beloof je. Bill Gates. En Fauci. Ja, dat zijn de... Ja. En alles wat erbij hoort. Hè? Ze, al die landerijen. En... Come in. Ja, ter afsluiting. Er is dat mooie liedje. Now that we have found love. Nu wij liefde gevonden hebben. Now that we have found love. Nu wij liefde gevonden hebben. Dat kan niet, hè? Maar stel. Je kan liefde niet vinden. Snel. Maar stel. Hè? Now that we have found love. En dan komt de vraag. What are we going to do with it or that? Dat weet ik nog niet. Now that we found love, what are we going to do with it? Ja. Nu dat wij liefde gevonden hebben, wat gaan wij doen met het? Het is moeilijk hoor, Engels. Een andere keer. Daarover meer. Mijn vraag aan jou is. Als liefde jou gevonden heeft. Wat zou jij gaan doen als liefde jou gevonden heeft? Nosh nosh, wink wink, game's on, commander, stand upright, de heavy gear, en de borg hit, en de fire de laser guns. En andere grappige opmerkingen. En mijn liefde voor mensen. Ook al hebben ze puisten, of X-benen, of O-benen, of stinken ze uit hun bek. Ongewassen haren. Harige oksels. En andere. Ja, mijn dochter heeft harige scheenbenen. En niet zo'n klein beetje ook. Het lijkt Bolke de Beer wel. En toch hou ik van mijn dochter.
Als ik nou van mijn dochter hou, ondanks dat ze scheenbenen hebt en dat lijkt wel bolken de bier, dan hou ik ook van jullie. Dacht ik. Ja. En er is mij gevraagd om af te sluiten met dag lievers. En dat is ook heel erg leuk. Het is een hele mooie vorm van afscheid. Van dag lieverds, want ik hou zoveel van jullie. En het is ook heel erg leuk om af te sluiten met die woorden van Stanley Kubrick. Met die mooie film De Ogen Wijd Gesloten. En die luidt: laat ons lichaamsvloeistoffen uitwisselen. Ja. Let's fuck. Dag lievers.